In deze video gaan we kijken naar Peaks. Dat is een app voor op je telefoon waarmee je automatisch je wisselgeld van pinbetaling en zo kunt beleggen via deze app. We gaan in deze video kijken naar wat is Peaks, welke kosten brengen ze in rekening en welke rendementen kun je verwachten. In ieder geval, welke rendementen heb ik de laatste 6 maanden gehad en wat is mijn ervaring met deze app. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt en waar je meer over wilt zien? Abonneer dan op het kanaal zou ik zeggen. Maar in deze video gaan we dus eigenlijk de app Peaks behandelen. Peaks is dus een app voor op je telefoon waarmee je automatisch dus je wisselgeld in principe kunt beleggen. Het is een app van de Rabobank, of in ieder geval gesponsord door de Rabobank. In ieder geval, er zit een samenwerkingsverband tussen. En dat zie je dan ook terug, bijvoorbeeld dat je met je automatisch je wisselgeld, bijvoorbeeld wanneer je een pintransactie in de winkel doet, of misschien maak je iets over via je bank, dan wordt het bedrag zeg maar afgerond op de hele euro daarboven. Dus zeg maar 2,60 euro wordt dan zeg maar 3 euro. Dan heb je dus 40 cent over. Nou, die 40 cent wordt dan uiteindelijk aan het einde van de week automatisch belegd voor jou. Zodat je eigenlijk voor elke betaling die je doet telkens een beetje geld apart zet. Wat vervolgens dus 1 keer in de week geïnvesteerd wordt. Maar dit is dus alleen als je Rabobank klant bent. Want dan kun je tussen Peaks en Rabobank deze koppeling maken. Voor andere banken komen die koppelingen er trouwens ook nog aan, zeggen ze. Maar dat heeft nog wat meer tijd nodig. Maar mocht je nou bijvoorbeeld klant zijn bij KNAP of bij de ABN, dan wil je toch gebruik maken van Peaks. Dan kun je op dit moment in ieder geval instellen welk bedrag jij dagelijks zeg maar als wisselgeld wil inzetten. Dat kan een bedrag zijn tussen de 1 en de 10 euro. En die wordt dan elke dag automatisch in principe apart gezet, afgeschreven van jouw rekening en dus belegd voor jou. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen via deze app om eenmalig een bedrag extra te investeren of in te stellen zodat je maandelijks een bedrag investeert, waardoor zoals gezegd het makkelijk wordt gemaakt. Zeker wanneer je maandelijks een bedrag af laat schrijven, dan wordt eigenlijk alles geautomatiseerd. Dus je stelt zeg maar 50 euro per maand in, dan wordt elke maand automatisch 50 euro van je rekening afgeschreven, overgemaakt naar Peaks en zij zullen het dan automatisch voor jou beleggen. Wil je nou ook gebruik gaan maken van Peaks en wil je dan 10 euro gratis tegoed ontvangen? Kijk dan even de code onderaan in het scherm nu, RuudBSZU. Als je die invoert wanneer jij je aanmeldt, in ieder geval in de eerste 48 uur heb je de tijd om die in te voeren, dan krijg je dus 10 euro gratis tegoed. Zowel jij krijgt 10 euro als ik krijg 10 euro, omdat ik jou heb aangemeld als vriend. En dit aanbod telt voor 10 vrienden, dus zorg dat je op tijd erbij bent en die code invult om die 10 euro gratis te krijgen. Het tweede onderwerp van deze video zijn de kosten van Peaks. Want zoals we al vaker hebben gezegd, zijn kosten heel erg belangrijk. Zeker op lange termijn. Want hoe minder kosten je maakt, hoe meer rendement je in principe overhoudt. En hoe harder je vermogen dus kan groeien. Bij Peaks zijn er 2 soorten kosten. Degene die zij zelf in rekening brengen voor het gebruik maken van de app. En de kosten van de indexfondsen waarvan zij gebruik maken en waar zij dus geen invloed op hebben. Dan kijken we nou naar de eerste categorie, de kosten van de app. De app is de eerste 3 maanden gratis, daarna kost die 1 euro per maand. Maar ben jij nou tussen de 18 en 22, dan krijg je gedurende die leeftijd elke maand 1 euro korting. Dus ze willen vooral jongeren richting deze app toetrekken, zeg maar. En zorgen dat je tot je 22e betaal je in principe geen kosten. Zijn die 3 maanden nou verstreken en ben je dus ouder dan 22, dan betaal je zoals gezegd 1 euro per maand tot een bedrag van 2500 euro belegd vermogen. Dus heb je minder dan 2500 euro belegd via Peaks, dan betaal je 1 euro per maand. Op het moment dat je namelijk meer dan 2500 euro gaat beleggen via Peaks, dan wordt het geen vast bedrag meer, wordt het een percentage. En dat is 0,5% per jaar. De tweede categorie kosten is dus de kosten waar zij geen invloed op hebben. Dat zijn zeg maar de kosten van de indexfondsen waarvan zij gebruik maken. En deze kosten zijn zover ik kan zien 0,32% per jaar. Dat kun je terugvinden op hun website. En ook op hun website peaks.nl kun je berekenen met welke inleg je begint, welke maandelijkse bijdrages je doet, zeg maar. Welke kosten dan voor jou van toepassing zijn op de eerste 5 of 10 jaar. Dus wil je nou precies weten wat je kwijt bent, vul dat dan even via hun site in. Dan geven zij daarin een duidelijk antwoord en weet je precies waar je aan toe bent. Voordat we verder gaan met mijn ervaringen en rendementen van de afgelopen 6 maanden ongeveer, wil ik je vragen, als je nog geen lid bent, maar je bent nog wel deze video aan het kijken, om je eigen zeg maar te abonneren. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus abonneer je op het kanaal en dan zul je nooit meer een video hierover missen. Dan zijn we nu aangekomen bij mijn ervaring van de app van Peaks en mijn rendementen. En daar gaan we dan gebruik van maken
van de app natuurlijk. Zoals je ziet trouwens kun je bij deze app met een vingerafdruk inloggen. Dus als we even in gaan loggen, dan krijgen we het volgende scherm te zien. En dat is het scherm met beleggingen. Nou, hier zie je in hoeveel in totaal ik aan beleggingen heb. Dat is op dit moment dus €142,82. En daaronder zie je je winst of je verlies. Nou, ik heb dus €3,33 en dat komt neer op 14,1%. Dan zul je zeggen, €3,33 is geen 14% van dat €242. Maar dat heeft ermee te maken dat ik juist afgelopen weekend €100 heb bijgestort. En dat komt dan weer omdat ik te maken heb natuurlijk met die kosten van €1 per maand. Nou, als je dan meer geld erin stort, heb je eigenlijk meer rendement. En dan kun je er dus voor zorgen dat je in ieder geval genoeg rendement maakt om maandelijks die €1 aan kosten te betalen via je portefeuille eigenlijk. Dus dan kom je daar in ieder geval niet in de min. Dus ik heb eerst, in dit geval dus €42 ongeveer, aan betaling aan wisselgeld telkens ingelegd, zeg maar automatisch. Nou, toen wist ik dus afgelopen week, ja, hier ga ik vaker gebruik van maken. En dan is het dus slim en aan te raden om in ieder geval €100 of een paar €100, of misschien maandelijks een paar tientjes te investeren, omdat je op die manier genoeg rendement maakt, zoals ik zei, om die kosten van €1 in ieder geval te verrekenen in je account. Nou, kijken we dan even naar mijn beleggingen. Dan zien we daarin terug trouwens, hij staat op afgelopen maand, maar pakken we sinds het begin, dat is ongeveer november. Het gaat eigenlijk telkens geleidelijk, ik ben niet zo heel veel, maar je ziet natuurlijk, ene keer zijn er bedragen die meer worden afgerond, dan wordt er meer ingelegd. En zoals gezegd, afgelopen week zie je in één keer die piek van €100 erbij, omdat ik daar €100 heb bijgestort. Nou, gaan we weer terug, gaan we naar swipen eigenlijk naar rechts, gaan we naar het wisselgeld. Nou, op dit moment is er nog geen wisselgeld. Het is nu dinsdag, ik heb nog geen pinbetalingen gedaan of dat soort dingen. Dus die zijn er niet verwerkt. En anders zou hier bijvoorbeeld staan, als ik vanochtend €1,50 had gepind, dan zou die afronden naar €2 en staat er dus waarschijnlijk 50 cent als wisselgeld. Swipen we nog een keer, dan zien we in en uit. Nou, dan zie je precies wat ik in totaal heb ingelegd. Ik heb er dus nog niks uitgehaald. En je kunt dus ook al deze transacties nog een keer terugkijken. Nou, zoals gezegd, die €100. En dan zie je telkens die bedragen van wisselgeld. Ik zie trouwens hier dat voor mij nog steeds €0 aan kosten in rekening worden gebracht. Waarom dat is, weet ik niet. Maar in ieder geval altijd meegenomen. Dan nou, gaan we weer terug. En swipen we nog een keer naar rechts. Dan kom je op je portfolio. En dat op het moment dat je de app gaat gebruiken, kun je zelf instellen welke risico's bij jou passen. Je hebt dus in dit geval portfolio heet. Dus ja, vier pepertjes. En dat wil zeggen dat ik veel risico neem. Als we dan ook op klikken, bekijk je portfolio. En vervolgens kijken we dan nog een keer op. Dan zie je ook dat je 90% van mijn belegvermogen gaat in aandelenfondsen. Daar zit er wat meer risico in, maar ook meer rendement. En 10% gaat in obligatiefondsen. En daaronder kun je dan ook precies zien welke fondsen dat zijn. Nou, dus je ziet dus dat er 20% in iShares Europa zit. 10% in Sustainable. Noem het allemaal maar op. En ook de obligatiefondsen zijn er twee die worden uitgewerkt. En daar kun je dus precies zien hoe jouw geld eigenlijk wordt belegd en hoe het is verdeeld. En swipen we dan nog één keer naar rechts, dan komen we bij de actiecode. Nou, hier kun je dus, als jij de app gebruikt, zelf je code vinden die je aan vrienden kunt geven, waardoor jij €10 verdient. Maar zoals gezegd, mijn code vind je weer onderaan in het scherm. Als je die gebruikt in de eerste 48 uur dat je deze app gebruikt, en er zijn nog geen 10 mensen die die code hebben gebruikt, ontvang jij dus €10 gratis. En ik €10 gratis, omdat ik jou heb aangemeld. Dus dat is zeker een aanrader. Want dan heb je eigenlijk €10 gratis waarmee je direct kunt beginnen. We zien ook altijd rechts onderin die drie puntjes. En als je daarop klikt, dan kom je eigenlijk direct in een chat. Dus daar kun je heel veel dingen regelen. Je kunt ook vragen stellen, dan worden ze eigenlijk direct beantwoord. Dat is altijd wel makkelijk, omdat je dan direct in contact staat. Dus je doet niet alleen automatisch mee met beleggingen via hun app. Je krijgt ook al best veel informatie, interessante informatie vind ik. Blogs, video's, dat soort dingen. Waarbij je best veel kunt leren over dit soort onderwerpen. En ze zorgen in ieder geval dat de klanten die gebruik van maken betrokken worden bij het product. En in ieder geval dus geïnformeerd worden over de diensten of dingen die ze aanbieden. Dan zijn we aangekomen bij het einde van de video. En dan gaan we dus een conclusie trekken. In ieder geval mijn conclusie over deze app van Peax. Nou, het eerste is natuurlijk altijd dat het interessant is. Zeker wanneer zij zijn eigen op jongeren richten. Dat het goed is dat ze jongeren aan het beleggen willen krijgen natuurlijk. En wat werd er nou beter dan via een app? De app werd zoals gezegd best wel simpel. Je hoeft één keer iets in te stellen. Naderhand krijg je af en toe een notificatie van we gaan je wisselgeld inzetten deze week.
kun je nog stopzetten, je krijgt updates via de mail, via de app. Dus het werd allemaal heel erg makkelijk en zeker op een telefoon bijvoorbeeld die je eigenlijk altijd bij de hand hebt. Wat dan weer jammer is natuurlijk zijn de kosten, want die zijn 0,5% als je meer dan 2500 euro inlegt en dan 0,32% of zo van de indexfondsen waar je gebruik van maakt. Nou, dan kom je uit op 0,8-0,9% per jaar. Nou, dat is natuurlijk wel best wel hoog vergeleken met wanneer je zelf indexfondsen zou kiezen, bijvoorbeeld via de Giro waar ik het al vaker over heb. Maar dat is natuurlijk ook logisch, want het is een vorm van beheer beleggen. Zij doen ja, de beleggingen voor jou. Je hoeft er eigenlijk niks voor te doen. En daar vragen ze natuurlijk een vergoeding voor. Dus dat is niet zo heel gek. Maar het is natuurlijk wel, je kunt ermee beginnen, laat ik het zo zeggen. Je kunt het erbij doen, ook dat soort iets. En op deze manier beleg je automatisch je wisselgeld. Dus daar merk je eigenlijk niet zoveel van natuurlijk, want het zijn allemaal kleine bedragen. Maar aan het einde van de week of het einde van de maand heb je natuurlijk wel een mooi bedrag bij elkaar gespaard wat belegd gaat worden. Dus het is een mooie vorm voor erbij, maar wanneer je nou echt bezig bent met beleggen en ook een beetje zelf erin bezig bent, dus zelf je eigen indexfondsen koopt, ben je natuurlijk veel goedkoper uit, zeker op de lange termijn. Dus kort samengevat is het natuurlijk heel erg aantrekkelijk voor jongeren, voor mensen die willen beginnen. Dan kun je je eerste stappen maken, het is heel eenvoudig, dus je wordt automatisch, raak je er snel aan gewend. Je krijgt zoals gezegd regelmatig wat informatie via de app of via de mail, waardoor je telkens wat bijleert. En voor die mensen is het dan ook heel erg interessant, omdat je als beginner dus automatisch al belegging kunt doen, zonder dat je eigenlijk verder naar om hoeft te kijken. En na een tijdje hebben we dan toch een mooi vermogen opgebouwd. En dan kun je natuurlijk altijd nog kiezen om onszelf meer energie in te steken, meer tijd in te steken. Al is het niet heel veel tijd, maar in ieder geval wel meer dan automatisch natuurlijk. En dan heb je bijvoorbeeld met een kwartiertje in de maand met de Giro je eigen indexfondsen koopt. Dat is natuurlijk de volgende stap. Maar Peaks is natuurlijk een ja, heel erg goede eerste stap om je eigen wegwijs te maken met beleggingen. Vond je nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je wat minder? Geef even een duimpje omlaag en laat ook weten waarom je het goed of minder goed vond. Dan neem ik dat weer mee naar de volgende video. Heb je nog vragen of opmerkingen? Je kunt ze ten eerste onderlaten onder deze video. Dan kunnen we daar op elkaar reageren. Maar je kunt ook naar onze Discord chat gaan. Dus ook met een app werkt dit trouwens op je telefoon. Met inmiddels bijna 60 man zitten we daar. En we praten over al die onderwerpen waar we het hier ook over hebben. Persoonlijke financiën, investeren en beleggen, passief inkomen, noem allemaal maar op. Nou, daar kun je dus gebruik van maken van onze Discord chat. Ook de links daarover kun je onder deze video vinden. En als je nog geen lid bent van dit kanaal, maar je zit nog wel steeds te kijken, misschien is het dus een interessante video voor jou. Zoals gezegd maak ik meer van dit soort video's, elke week 2. Als je meer wilt zien hierover, abonneer je dan op het kanaal. En dan mis je nooit meer een video. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.